Weltens ommetje start vandaag op het programma. We gaan wandelen rond de Weltervijver. Prachtig gebied. De Weltervijver wordt gevoed door de Geleenbeek. Het is het domein van hengelsportvereniging De Rietvoorn. Maar tijdens heel strenge winters mag je ook geschaatst worden. De Weltermolen werd in 1381 voor de eerste keer in documenten genoemd. De huidige molen is gebouwd in 1865 en ook deze wordt gevoed door de Geleenbeek. De boomgaard van hoogstam fruitboomvereniging De Lorenhof. Sinds 2011 groeien aan de bomen hier weer de oude appelsoort de Jansen van Weltem. Ook wel het dubbele aagje genoemd. De witte villa achter mij, dat is Huis Strijdhagen. Huis Strijdhagen is gebouwd op de fundamenten van een oud 16e-eeuws kasteeltje. Tot 1969 woonde hier de muzikale familie Hennen. Het gebouwtje daarachter, dat is het Bakkes, het bakhuisje. Daar worden van het fruit uit deze boomgaard de heerlijkste Limburgse vlaaien gebakken. De Geleenbeek is 37 kilometer lang. De bron ligt verderop in Benzerade onder de Benzeradehof. En na 37 kilometer kronkelen eindigt die in de Maas bij Stevensweert. Net als de Weltermolen werd Hoeve de Roes in 1381 voor het eerst in officiële documenten genoemd. Het was eeuwenlang een boerderij, totdat in 1969 die stadsautoweg werd aangelegd en daarachter het nieuwe ziekenhuis werd gebouwd. En sinds die tijd is Hoeve de Roes een auberge, een horecazaak. Het monumentale Hof den Dam is in de 14e eeuw gebouwd en dit wegkruis is uit de 19e eeuw.
Weltum, dat is een oud boerendorp. Een boerendorp dat werd opgesloopt door de grote stad, door Heerlen. Sint-Martinuskerk hier achter mij, die stamt uit de 11e eeuw. Hoeve de Aar werd in 1928 gebouwd in opdracht van ingenieur Dinger van de Staatsmijnen. Het was een hoogwaardig melkveebedrijf. En de koeien hier die moesten perfecte melk leveren. En die melk werd geleverd aan de baby's van de vroedvrouwenschool en aan de patiënten van het St. Jozef ziekenhuis hier in Heerlen. Door de aanleg van de stadsautoweg in 1969 moest het boerenbedrijf hier stoppen. En het kwam hier in de Hoeve de Aar een bowlingbaan. En er is nog een tijd lang hier een Chinees restaurant geweest. En dat heette Bo Ling. What's in the name?